Er kwam laatst een vriend langs, gewoon voor de gezelligheid. En ik vertelde hem vol enthousiasme over een dichtbundel die ik had gelezen en helemaal te gek vond. Niet van die pretentieuze moeilijk doen, ik snap geen zak van poëzie. Maar mooie, rechte zee, beetje cynische, maar bovenal erg grappige poëzie. En we hadden niet zo heel veel buurt, dus ik las er wel uit voor. Ook omdat ik dat leuk vind om toffe muziek, films en boeken met vrienden te delen. Maar na ik het tweede gedicht had voorgelezen, zei hij al... Ja, ik hoef ze niet allemaal te horen. Doe dat boekje maar een keer cadeau of zo. En vervolgens begon hij tegen mijn mesco over de nieuwe emoticons op zijn telefoon. Ja, het is geen ramp natuurlijk, maar ik ben maar even achter de computer een paar mailtjes gaan beantwoorden. Mijn mesk en ik zijn laatst uitgenodigd om bij vrienden wat te komen eten. En dat is best bijzonder, want we worden zelden uitgenodigd om bij vrienden wat te komen eten. Meestal komen vrienden bij ons borrelen en soms ook eten. Ook omdat dat praktischer is met de kindjes en zo hoor, maar toch. In ieder geval, mijn mesk had een mooi bosje bloemen gekocht. Ik een lekker flesje wijn gehaald. We hadden oppas geregeld die kon blijven slapen, zodat we niet naar de tijd hoefden te kijken. Om 7:45 waren we er binnen en om 9:45 was de tweede fles wijn leeg. Er werd geen nieuwe fles opengetrokken en ons verder is ook niks meer te drinken aangeboden. Dus toen zijn we maar gegaan, hebben we buiten nog een sigaretje gerookt en om 9:50 zaten we weer op de fiets. Op een zaterdag, hè. Toen we thuis aankwamen zagen we de oppas nog voor de televisie zitten. Dus toen zijn we maar de stad in gefietst en de kroeg in gegaan. Ja, het is geen ramp natuurlijk, maar het is toch wel pijnlijk om te beseffen dat je verworden bent tot vrienden die uitgenodigd worden voor de vorm. Uit fatsoen, zo van, dan hebben we ons plicht weer gedaan. Een aantal jaar geleden had een vriend een jaar bij ons in huis gewoond. Een jaar, voor niks. Ja, 100 euro in de maand voor de boodschappen. En tijdens dat jaar kreeg je een vriendinneke en die kwam ook bij ons in huis wonen. Zonder dat wij het wisten, kwamen we na een paar weken pas achter. Die sloop iedere avond stiekem stilletjes naar boven. En in de tijd dat ze bij ons woonde, had ze haar eigen appartement onderverhuurd. Ja, het is allemaal geen ramp natuurlijk, maar kunnen wij je voorstellen dat ik er op een gegeven moment een beetje klaar mee ben? Dat ik denk, ligt het nou aan mij? Ben ik nou gek? Als ik na een aantal weekenden flink borrelen bij ons thuis met hetzelfde clubje voorzichtig vraag om de kosten een keer te delen. Dat dan de een zwaar over de zeik is for some reason en de ander het allemaal wel begrijpt, maar bij zijn eigen denkt, verrek, maar moet ik dan elke keer als ik van jullie wat kom drinken betalen? Nee, dan ga ik het niet op, god, dat het je toch laat maar. Ik wil geen cynische oude man worden, maar het valt zo godverdomme niet mee. Ik word er gewoon af en toe een beetje moe van. Ik word er moe van dat als op een avond stappen met z'n allen, mesk en ik wat woorden krijgen. Vrienden zonder dan ook maar enig idee te hebben waar het überhaupt over gaat, naar mijn mesk lopen, er een kus en een knuffel geven en mij het in mijn eentje aan de bar uit laten zoeken. Ik word er moe van de vrienden niet eens de moeite nemen hun ergernis te verbergen. De ergernis als ik voor de 10e keer hetzelfde verhaal vertel. Probeer het in ieder geval te verbergen. Is dat nou allemaal zo erg dan? Probeer het gewoon. Probeer het zoals je bij ieder afscheid die kus op de mond met mijn mesken voor me probeert te verbergen. Probeer het gewoon. En ik zal proberen ook een betere vriend te zijn, want wellicht is het wel gewoon daar. Zoals het volk de leider zet die het verdient. Zo werd de man de vrienden die hij verdient. Misschien is het daar en moet ik gewoon niet zo janken. Misschien wel ja. Ik weet het ook niet. Ik ben moe. Welterusten.